Ja, we zijn in de Kuip en ik ga hier de meest grote ambassadeur van Feyenoord ontmoeten en zijn mini-museum bekijken. Ik hoop dat hij open doet. Welkom in mijn ruimte. Ja, hartstikke bedankt. Ik kan niet wachten. Ik krijg de kippen wel van. Ja, nu hebben we hier een platvinkje gevonden tussen alle Feyenoord spullen. Wat voor verhaal zit daarachter? Dat is de tweede ronde tegen Tottenham Hotspur. En was uiterst kreeg ik allemaal zo'n dingetje. En die vulde ik heb gevuld met een beetje cognac. En er waren wel eens mensen in de rust een cognacje wilden hebben, trainen. En die speelde niet hoor. Maar we hebben wel een trainer gehad die zei, in de rust moest allemaal een scheutje cognac in de thee. Nou, mogen de namen genoemd worden? Nee, doe niet. Toch nog even over uw afscheid, want dat was wel een van de meest emotionele momenten die ik heb meegemaakt in de Kuip. En ja, mijn zoontje heeft echt heel hard gehuild. En al die supporters hadden een handdoekje. Ik heb daar eentje bij me, die is van mijn zoon. Dus al, wil je het nog één keer voor me doen? Ja, deze Gerrit Meijer zwaai, die we nog steeds missen natuurlijk, hè?